Ga je serieus de bodem aanraken? Dat vraag je toch? Ik heb een afspraak met jou. Oké, ik was aan het vissen en ik hoorde opeens Enzo schreeuwen dat hij een vis heeft. Dus ik ga er nu heen rennen. Knol power! Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuw vlog. Mijn naam is Enzo Knol, dit is Myron en dit is Malino. Hey, hallo Malino. Oh, zie je dat? Hij vindt dit niet fijn voor zijn pootjes, dat snap ik ook wel. Het is heel erg apart dit. Maar goed, we willen hier naar binnen. En op een gegeven moment, ik zie een man, de eerste die ik tegenkom, met een mondkapje lopen. En toen dacht ik, oh shit. Ik heb gisteren nog tegen mezelf gezegd, Enzo, overal waar je heen gaat, neem een mondkapje mee. Want het is verplicht bij elk gebouw waar je naar binnen loopt. En we gaan nu hier het ontbijt ophalen. Dus ik, ja, misschien moet ik dan nu eventjes zo doen. En dat ze dat goed vinden. Ik heb geen idee, maar anders zou ik niet weten. Ja, ik zou het wel weten. Dan moeten we helemaal teruglopen. Het is wel even een stukje lopen. Want het park waar we zijn, het landbouwpark, is echt groot, dames en heren. Jullie hebben het gisteren ook kunnen zien op de droneshots. Maar deze huisjes, de hele berg hier, staat er helemaal vol mee. Hoppakee. Het is gelukt, dames en heren. Ik heb een mondkapje gekregen. Oh, tof. En... broodje. Het lijkt echt heel erg veel, maar dat komt ook omdat er lunch bij zit. Oh. Dus we hebben meteen ontbijt en lunch opgehaald hier. Super nice, echt super nice. Lekker joh, die bergen op zo. Ja, ik kan het veel beter. Ja, ik denk dat Melino dat langer volhoudt dan Myron. Auto! Auto! jongen. De auto reed ook wel te hard, maar goed. Op het begin is het altijd eventjes wennen om die bergen op te lopen. Op sommige stukken is het stijl, op sommige stukken minder stijl. Maar als je nog niet hebt gegeten en gedronken, dan moet je echt even wennen. Maar hey, we hebben het ontbijt, dus het gaat goed komen. Maar het is echt super chill hier zo. Heel rustgevend, heel relaxed. Helemaal top. Zo, daar zijn we weer. Bij het huisje. Jee, lekker ontbijten. Goedemorgen allemaal. Hoi. Heeft Hey, hebben jullie ooit iemand gezien die zo zijn croissantje eet met kaas? Oh, ik wou dat ook doen. Ja. Ja, ik ben gewoon heel lui en ik moet 's ochtends dingen doen en dat wil je dan niet. Gewoon zo. Ik vind het echt super slim. Maar weet je waarom, Enzo? Nou? Kijk, als je hem snijdt, heb je half croissant al op je bord liggen, zoals mij. Ja, klopt. Dat valt helemaal uit elkaar. Ja, ik heb ook een keer in een vlog laten zien dat ik het jam gewoon erop smeer. Ja. En dat ik dat dan op die manier eet. Dat heb ik nog nooit zien hoor. Ja, let maar op. Ik ga het even voordoen, ja? Kijk, Timo. Je hebt het croissant. Nou, zo smeer je dat gewoon vol. Nou, top. Ja, dit is echt... Dit heb je nog nooit gezien, hè? Dat is fijn, hè? Dat is ook niet lekker zo. Zou je het volgende keer dan ook nu zo doen? Ja. Ik ben overtuigd. Ja, hè? Is lekker. Nou, heel nice. Oké, nu komt het gedeelte waar ik nooit zoveel zin in heb, maar wat ik echt 100% elke dag ga doen. Want laatst was mijn neus zo enorm verbrand. Die heeft 3 dagen in de fik gestaan, helemaal rood. En uiteindelijk kwam er een hele vel van mijn neus af. Dus wat ga ik doen? Zonnebrandcrème. En ik ga me echt eventjes goed insprayen. Wat heb ik daar een hekel aan altijd. Echt niet te geloven. Maar goed, het is wel belangrijk. Goed insmeren mensen. Al helemaal nu er deze week een hittegolf is in Nederland. En hier in Winterberg in Duitsland is het ongeveer tussen de 23 en 25 graden. In Nederland misschien vandaag wel 30, 31 graden. Bizar. Dus smeer je goed in, drink genoeg water, is echt belangrijk. Kijk, goed bezig. Ja, echt goed bezig. Ja, dit is top. Maar insmeren is heel belangrijk. Zeker. Dan gaat je niks veranderen. Maar ja, dat niet alleen. Je hebt hier wel wat zitten, lelijke natnek. Ik wist het gewoon. Er zit hier echt een heel erg groot beest. Ik weet niet wat het precies is, maar hij zit in ons huisje. Oh. En dit is ons territorium, dames en heren. En wij zijn niet bang voor dit soort beest. Nou, ik... wow! Waar is die? Waar is die? Hij zit er nog steeds. Oh, daar. Kijk, hier is hij. Oh, hij zit hier, hij zit hier. Ja, die is groot, hè?
Komt ie hoor. Staat het vliegtuig. Is echt groot. 3. Oh, laten we het z'n allen aftellen. Ja. 5. 4. 3. 2. 1. Ah! Holy shit. Oh, kijk dit. Oh, godverdamme. Oh, oh, hier ligt gewoon zijn achterkant. Ja, vies. Heel vies. Dit boekje hebben we hopelijk niet meer nodig. Nee, die gaan we niet meer gebruiken. Holy moly. Hé, ik heb hem doodgemaakt. Yeah. Kom maar hierop. Kom maar hierop. Dat is een truc om. Kom maar hierop. Hier, hoog. Kom maar. Bij de prijs. Hop, hop. Hop, ik kan er niet op. Melino, kom maar. Dit is veel te wankel, dat wist ik niet. Wist je wel? Ja, ik probeer het net nog, maar... Oké, we gaan er vandoor. We gaan met z'n allen even de fietsen ophalen. Ruim je wel dat vieze beest, toch? Doei, Nicole. Doei. Lars, ben je ervan? Maar dit lijkt net zo'n Duits-buitenlands toiletje. Ja. Maar het is gewoon dus opberghok. Of het is een hok waar je Lars kan laten schrikken. Ik wacht zo dit, maar ja, het zal wel. Ja, dit wordt top, hoor. Hé, maar even serieus, Lars. Ik heb een vraagje. Ja. Waar koop je zulke ongelooflijk high fashion swaggable sandalen? In het ziekenhuis. Ja, dit is mooi. In het ziekenhuis. Nee, wat ik zei, hij had het aan. En ik zeg niet dat ik ze lelijk vond, maar ik zei... Hé, die had mijn opa altijd aan in het ziekenhuis. Ja, ik weet dat mijn sandalen met sokken zijn niet veel beter. Dit is niet heel veel beter. Dan. Nee. Goed, het loopt lekker. Ja, ik vind ze past bij Lars. Ja, maar hey, dat is het. We hebben het hier vaker over gehad, ja. Weet je wel. Want ik bedoel, ik heb wel vaker dingen aan die sommige mensen belachelijk vinden of denken van Enzo. Gewoon niemand. Gewoon helemaal niemand. En dan Enzo, sokken met sandalen. Of niemand. Helemaal niemand. Lars. Ziekenhuissandalen of slippers. Wat ik wel handig vind, je hebt er nog niet ingezet over mijn tegenwind op korte broek. Nee, dat vind ik gewoon cool. Dat vind ik gewoon cool. Maar omdat ik ook zie dat jij het draagt met gewoon passie. Zelfvertrouwen. Gewoon met passie. Gewoon, je hebt zoiets van ja, boeien, schijt, ik vind het chill. En dat is keihard. Als je iets draagt, je bent er zelfzekerd over en je bent er gewoon van overtuigd zelf dat je het keihard vindt, dan rok je het ook gewoon. En dat is het gewoon met dat broekje. Gewoon respect voor de broek. respect voor de sandals. De hospital sandals. Maar even serieus, waar koop je dat? Nou, op internet. Ik zag het gewoon als voorbij komen als advertentie. Ik denk, die moet ik hebben. Ik heb ze gelijk besteld. Maar weer iets geweten, daar word ik echt altijd boos om. Deze dingen kosten €180. Nee, de meen niet. Ja, ik had ze gewoon besteld. Ik denk, leuk. Hallo. Goedemorgen. Goedemiddag. Alles goed? Ja, Emma. Emma, super? Ja. Wonderschoon. Dit zijn Milanse chicks, hè? Ja, dit zijn Milanse chicks, ja. Ik heb een leuk filmpje voor jullie. Milan die was gisteren omringd door al deze chicks. Milan is gewoon een pussy magnet. Kijk maar naar dit filmpje. Milan met zijn chicks. Altijd, Milan. Hè? Hij is altijd aan het fixen. Milan! Milan! Ja. Hij is te druk met zijn chicks. Kijk dan. Milan, gaat goed bij de chickies? Hey. Oh my god. Horen jullie dat? Wie springt in dit bosje in? We lopen allemaal meteen weg. Zo, dat was echt... Wow! Oh! Nog één, nog één. Oh mijn god. En dat je hard kan rennen op die sandalen, jongens. Zo. Hommels, die daar zo net in zaten in het bosje. Ja. Dat is op zich nog niet zo heel agressief. Wespen zijn wel agressief. Maar wist je dat zonder bijen er geen aardbeien waren? Wat? Ja, daar zijn ze even stil van, hè? Wat zijn nou zonder bijen? Ja, even wachten op die vrachtwagens. Een beetje hard. Oh, toet toet. Hey! Gewoon echt de lelijkste toeter die ik ooit heb gehoord. Ja, meestal bij vrachtwagens heeft ze maar dit was gewoon toet. Maar nee, serieus, wist je dat zonder bijen waren er geen aardbeien? Maar zonder aard ook niet. Nee, maar zonder bijen had je geen aardbeien.
Ja, dat is zo. Het enige wat ik ben je ooit een keer. Wat zei je? Dat is niet het enige wat je niet had zonder bijen. Nee, dat is waar. Bijen zorgen voor heel erg veel dingen. Alleen dat heb ik ooit uitgelegd gekregen toen ik aardbeien ging plukken in de aardbeienkas. Oh, Lars. Zo! Oh. Oh, ik ga niet alleen rennen voor hommels, maar zo! Maar hoe kan het dat als je zoiets laat, dat het binnen 2 seconden gewoon 10 meter eromheen pakt? Ja, maar hoe kon jij stond helemaal daar en Lars liet hem daar en hij ging erachter? Dit was echt heftig. Ik kan je het wel vertellen, hij is verrot van binnen. Ja, hij is verrot van binnen inderdaad. Jeetje. Hoe meer ik naar de broek van Lars kijk, hoe meer ik denk dat het een onderbroek is. Onderbroek is net zo lang. Maar dat komt omdat je lange benen hebt. Ja, ik weet niet, moest opeens om lachen. Ah, alsnog rock je hem wel hard. Nee, we kunnen het allemaal niet laten dit. Je kan het normale pad nemen, maar waarom zou je als je dit ook kan doen? Ja toch? Nou, dit moet je je dan voorstellen op 18 meter hoogte. Oh, op 18 meter hoogte. Je moet dit hele parcours doen, alleen al zonder dat je je handen... Oh, oké, laat maar. Hey Milan, we kwamen net jouw chickies tegen. Hey, de grannies. Was het beter? Ja, alles was wonderbaarlijk schoon. Ja, heb je gezegd wie geht's dir? Nee, ik zei wonderschoon, maar betekent dat niet gewoon heel schoon? Wonderschoon? Nee. Wonderschön bedoel je? Ik zei wonderschoon. Nee, dat betekent niks. Nee? Schoon nee. Is zo'n Engels hapje. Ja, zo'n koekje. Wonderschön. Ik zei wel alles goed. Dat is wel gewoon... Wij willen jou iets laten zien. Oké. We willen je voorstellen aan iemand. Ja. We moeten even wachten op de fietsen, dus we kunnen ondertussen even iets doen. Want Miron en ik hebben een vriend gemaakt. Ja. Echt? Ja. Oké. Wat was het? En wat voor dier was het? Een beer. Een beer? Een beer? Wel hier omhoog. Ja, kun je hier ja, omhoog? Ja, zijn er naar beneden gegaan. Ja, moet je even niet zo klagen. Jezus, we zijn op vakantie. Milan is altijd de eerste die zegt, nee jongens. Oh, help ik van. Milan, stel jij hem voor? Zal ik hem voorstellen? Het is echt een beer. Zit hij in dit hutje? Ja, hij zit hierin. Serieus? Kijk, welkom friends. Maar je moet even eerst in het Nederlands tegen hem praten. In het Nederlands? Dus dan zeg je eerst... Hallo Bollo. Hallo Bollo. Hallo Bollo. Wij zijn Nederlands. Wij zijn Nederlands. Bent u thuis? Bent u thuis? En dan moet je aanbellen. Er komt niet zo één ding uit, toch? Leuk dat je aanbelt, wat fijn dat je er bent. Ik stel me even voor, zodat je mij herkent. Mijn naam is Bollo, kijk maar door het raam. Kijk maar door het raam. Ik ben even meer, wat is je naam? Bel maar even aan. Blijf maar even staan. Ik heb je goed gedaan. Is mijn naam. En nog 3 minuten gaat dit door, ja. Dus we kunnen weer gaan. Ja, ik heb hier net 3 minuten zo geluisterd. Maar kan die ook open? Zie je Bollo? Ja, ik zie Bollo, hij is heel bol. Zie je de beer? Nee. Zie je de beer echt? Wij hebben hem wel gezien, maar dan vinden jullie niet aardig. Ah ja. Bij ons kwam hij gewoon tevoorschijn. Ja, bij ons deed hij ook gewoon de deur open. We kregen gewoon een kopje thee. Ja, deden we jullie de deur open? Ja. Echt? Bollo, wij zijn het! Hallo! Bollo! Hallo! De thee is toch nog warm? Ik zeg niks. Hoe lang gaat dit door? Ik zei het al. Wij waren van hier, daarheen geloof ik. Toen waren we daar, toen hoorden we hem los deze. Oh mijn god. Maar wij zien Bollo ook niet. Hij zit er gewoon niet in. Oh mijn god, hij gaat nog steeds door. Gezellig, nog een keer druk, ga zo uitdenken. Kijk dit. Ik kan wel in het Duits horen, kan dat? Oké, we gaan er vandoor. Dit gaat echt zo lang door. Holy moly. Nee, we weten in ieder geval dat het Bollo de beer is. Blijf maar even aan, ding dong. Blijf maar even staan, ding dong. Gedaan. Hey, ik vind het wel een keihard nummer. Kijk, ik ben Bollo. Oh my god, hij gaat nog steeds door. Hey, oh, oi! Wat is dit? Het heet een tor.
Ah! Doen. Hoezo niet doen? Hij doet niks. Je... Hey. Ik ken een hele lieve beer. Hij woont in dit huisje. Hij houdt van het bos en van zwemmen. Hij kan goed knutselen en is dol op losbessenijs. Ah. En honing natuurlijk. Weet je hoe die heet? Bollo. 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 En hoe heet jij? Enzo. Ik vind het leuk dat jij bij hem op het park... Enzo Knol ben ik. Hallo. Enzo Knol. Kunt u open doen? En weet je wat Bollo het allerleukste vindt? Nou? Als je hem een kaartje stuurt. Een kaartje? Of een mooie tekening voor hem. Kaartje is zo ouderwets. Ik stuur wel een e-mail. Op zijn huisje stoppen. S'avonds voordat hij gaat slapen leest hij ze allemaal. Ik weet zeker dat je... Ja, ja, hij leest ze echt niet allemaal. Dat zeggen YouTubers ook altijd. Dat ze altijd alles lezen, alle reacties. Dat klopt nooit, Bollo. Je liegt. Ja, Bolle. Oh mijn god, hij is afgelopen. Maar wat als ik op de knopje druk dan? Oh, nu gaat hij in Duits. Hij gaat nu in Duits. Oh mijn god. Bollo is mijn naam. Geniaal. Dong. Blijf maar even staan, ding dong. Ja, bel maar even aan. Ik weet niet wat dat in Duits is. Milan, pas op. Das is los. Das is los. Oh, das ist eine Tor. Kijk, hij is gewoon heel lief hoor. Je moet gewoon met respect behandelen. Dan behandelt hij jou ook met respect. Ik ben Bollo de Tor. Kijk, nou nu kan je hem weer vrij laten. Nice. Ik was het niet. Wat een lullo. Oké, hier krijgen we dus de mountainbikes. En zoals je ziet, we zijn in een gebouw, dus we moeten het mondkapje weer op. En we krijgen elektrische mountainbikes. Dat is op zich wel heel erg nice. Want dan kan je zelf instellen hoeveel hulp je wil bij het bijvoorbeeld omhoog fietsen. Dus de mountainbikes zijn echt heel erg nice. Ze zijn nog maar 3 weken oud. Dus eigenlijk 3 weken nieuw of zo zeg je dan. En wat dit ding heeft, is dat je hebt hier dus een knopje waar je alles kan instellen. Dus ik heb hem nu op turbo. Dus als ik dan heel even een klein stukje fiets, dan gaat hij heel erg snel naar voren. En je kan hem ook op eco zetten of op tour. Dan moet je echt heel veel zelf trappen. Maar check dit. Ik hoef alleen dit knopje in te drukken en dan gaat het zadel omhoog. Dus als je gewoon normaal aan het fietsen bent, dan heb je hem omhoog. Maar stel voor je gaat downhill naar beneden, dan wil je natuurlijk niet hier blijven zitten, want dan kukel je voor over. Dus dan druk je deze in en dan kan je weer naar beneden doen. Ja, of voor die paadjes, weet je wel. Of voor die paadjes om snel in de weer te gaan. Ja. Wil je me even uitleggen hoe deze fiets werkt? Heeft hij geen uitleg gegeven? Ik heb letterlijk geen idee wat die man mij net heeft gezegd. Oh, je moet sowieso andere schoenen aandoen. Ja, dat... Die man die praat een beetje gebrekkig Engels. Maar als je zelf een beetje Engels kan, dan kom je er wel uit. Maar goed, ik ben echt heel erg benieuwd. Ik heb er super veel zin in. Ik denk echt dat je een hele mooie tocht kan maken hier zo. En het is super populair, want daar gaat ook een groep van, zal het zijn, 12 man onderweg. Dus dat is wel echt heel erg nice. Je hebt wel heel veel toren hier, hè? Ja, klopt. Maar dan komt dat hier torwegen zijn. Wow, hij vliegt gewoon weer terug. Zo! Zo, dat is asociaal. Nee, toren kunnen heel veel hebben, hè? Ja? Ja, want hij leeft gewoon nog. Ze hebben een schild. Ja, dat is natuurlijk van Marvel, Thor. Ja, een hamer, pas op hoor. Mooi helm? Super. Nice, pas mooi bij het t-shirt. Dat zeg ik. Ja. Hey, mooie helm Milan, nice, zit goed? Twee maten kleiner. Wat ze? Zit goed? Ja, dit is zeer goed. Ganz toll, ganz geil. Nice. Helemaal top? Ja. Top. Hij werkt echt goed. Nice. Normaal gesproken, zo'n berg als dit kom je gewoon met moeite op. Nu? Ik heb gewoon 1 hand aan het stuur, ben met andere aan het vloggen. Ik ga 10 km per uur, ik heb hem op turbo staan. En niks aan de hand. Ik fiets gewoon echt super chill omhoog. Het is echt bizar, die elektrische mountainbikes. Het is echt heel erg sick. En die kan je dus daar beneden bij dat huisje gewoon huren. En er werd aan ons gevraagd, wat willen jullie? Een helm of geen helm? En ik zei meteen als eerste, ik zeg allemaal een helm. Iedereen gewoon een helm op. Het is zo belangrijk om bescherming te dragen. Als je 1 keer met je hoofd valt op een keigrote steen of op een grote kei, dan ben je gewoon keihard de lul. Echt, serieus.
Dus als je gaat mountainbiken, doe een helm op. Super chill. Het zit misschien niet altijd even chill. Maar het is wel heel erg belangrijk dat je hoofd gewoon goed beschermd is. Het kan serieus, dat is een beetje misschien overdreven, maar het kan je leven redden, zo'n helm. Bescherming is gewoon echt belangrijk. Ik bedoel, we fietsen allemaal met t-shirtje en korte broek. Maar een helm is wel echt belangrijk. Oké, we zijn er allemaal helemaal klaar voor. We hebben tassen bij ons met eventueel water en eventueel een koekje. En we zijn helemaal compleet. Of nou ja, Nicole die is samen met Malino bij het huisje. Die is niet zo avontuurlijk met de mountainbike. Dus die blijft daar. En dan gaan wij eens even lekker crossen. Ik ben heel erg benieuwd hoe het hier is. De omgeving is ontzettend mooi. Dus ik zou zeggen, ga er lekker voor zitten en geniet van een heerlijk ritje op de mountainbike met ons. Zo. Oei, oei, oei. Zo. Bo. Dat is een chandeer. Oh. Dat is nice hoor. Die man die zit hier ook gewoon achter die paal, boeit om niks. Ja, dat is mooi chandeer hoor. Dat is even genieten. Oh, deze gaan echt knijters hard. Ik heb hier een keer op gecrossed. Gruwelijk vet. Oké, nu gaan we echt mountainbiken. Wordt gruwelijk. Geniet ervan. En dit, dames en heren, zijn dus de skiliftjes die je normaal gesproken gebruikt hier in Winterberg om de berg op te gaan. En hier ligt dan normaal gesproken alleen maar sneeuw. Kijk, normaal gesproken is dit gewoon een kaart waar je op kijkt van welke piste ga ik nemen. Maar nu is het gewoon een kaart in de zomer waar we niet zoveel aan hebben. Dilly! Ojo, sick Milo, ojo! Wow, hey yo! Zo, check die dikke camper! Holy moly! Is dat een pop of is dat echt iemand? Oh, dat is echt iemand! Oh mijn god, ik dacht dat het een pop was! Ojo! Oei, oei, ik dacht echt dat het een pop was. Een rare plek. Ik denk al, wie zit daar nou een pop neer? Dit is Kale Asten. Kale Asten, ja. Je ziet wel, best wel kaal hier. Ja, daarom heet het ook zo. Kale Asten. Ja. Kale berg. Last van. Ik vind dat toch aan jou. Nee, maar dan doe ik deze aan. Oeh, dat zei ik dus. Dat gaat hard, jongen. Onder die turbo doen. Dit is wel nice, hè? Lijf. Dit is echt sick. Ja. Gast, ik denk dat ik dood ga straks. Ja, maar heb je gezien hoe bizar veel torren hier zijn? Ja, ja, ik heb een opstrik net. Sorry. Hey! Echt bizar. Let's go! Woehoe! Oh, avontuurlijk, Milan. Oh. Dit is ook niet het pad, zeg maar. Nee. Woehoe! Zo! Oh my god! Oh, dit is vet! Woehoe! Holy shit! Woehoe! Wow! Dat is sick! Dit is echt leuk! Oh, dit is echt lijp! Dames en heren, als je zo naar beneden gaat met de mountainbike, is dat super vet. Echt super vet. Hé, hey, kijk, hier hebben we zo'n terror-tor. Wil jij hem even eraf schieten? Ja, niet uit! Gozer, je schiet hem tegen mijn oor. Je schiet hem naar mij toe zo, lullo. Shit! Wow! Wow, die is zo sick, hè? Holy shit! Vet, hè?
Dit is niet normaal. Dat hard is dit zo? Is niet. Ja, ik race iedereen voorbij. Zo, woeiom! Ja, en ze is wegscheiden. Mij niet? Nee, mij niet voorbij. Ik ging als laatste. Ik heb echt diepe respect voor Myron. Waarom? Jij doet dit gewoon alsof het niets is. Jij staat gewoon rustig, gewoon een liedje te zingen. Holy shit, dames en heren. Zo sick. Dit is zo vet, joh. Echt een knal naar beneden. Echt sick. Jij kan ook gewoon wheelies doen. Van bergopwaarts jullie. We gaan nu weer omhoog, dus dat betekent... Hé, dat betekent dat we ook weer naar beneden moeten. Oh, ik vind dat zo lekker en dan zo... Woehoe! Ja, dat ja! Lekker! Heerlijk! Ja, we gaan nog meer naar boven! Hey! Ho! Hey! Ho! Check hoe vet dit is, mensen! Hier zo! Kijk dan hoe gruwelijk! Dit is best wel stijl naar beneden! Echt super sick! Oh, blubber! Oh mijn god! Ik ging volledig door de blubber! Het is heel duidelijk! Ziek, hè? Ja! Oh mijn god, kijk dan. Je ziet echt knijters veel vissen gewoon in het water. Oh, liefje. Oh, yo. Zien jullie ze zwemmen daar? Die zwarte vlekjes in het water? Kijk daar. Hier, daar ging een plons. Zo, even stelt scherp op mijn vinger. En zien jullie al die vissen? Kijk dan. Wow. Ah. Oh. Ik wist dat ik met mountainbike mijn hengel mee moest nemen. Ik wist het. Ja, maar je mag toch niet vis pikken. Ik kan het hek over en dan kijk eens. Volgens Timo kan het gewoon hoor. Heb je hem helemaal af? Huh? Heb je hem helemaal af? Ja? Ja. Echt? Ja, fucking kut. Hey, moet je checken. Je ziet gewoon de vissen zwemmen. Echt? We gaan hem vangen. Heeft hij niet? Echt super cool. Ik heb geen idee wat voor vissen dit zijn joh. Dit zullen wel gewoon karpen zijn denk ik. Of misschien forellen, kan dat? Sick, hè? Dit zijn forellen. Dit zijn inderdaad forellen. Dan zijn het echt grote forellen, hoor. Echt hele grote. Nou, dan moeten we hier dus heen met onze hengels. Oké, dames en heren. We gaan nog een keer dit stukje doen. Wat we net ook deden. Waar ik zo knijtershard ging. Dit is echt gruwelijk. Ik moet zeggen dat ik ook echt wel een hele goede mountainbike heb, hoor. Voor dit. Want dat zadel, wat je naar beneden kan doen. Deze. Is zo chill. Dat is echt heel relaxed. Oké, wens me succes. Daar gaan we. Oké, daar gaan we! Oh. Let's go! Gruwelijk! Nee, dat zijn de remschijven die eruit. Holy shit. Die ging echt hard. Ja, dit is echt nice. Ik was alleen het gilletje vergeten, maar volgens mij omdat ik echt aan het broekpoepen was een beetje. Dan wordt morgen nog veel leuker. Ja, nice. Holy shit! Yo, check dit! Zo! Ik wil erheen. Holy shit! Dit is niet normaal. Hey, ik hoop echt voor ons dat ze er niet overheen kunnen. Ja, want deze pakken je. Wow, yo, gast! Hey, rustig maar, waar gaan jullie heen? Oh, hey, maar deze grote blijft staan, hè? Oh, die grote gaat nu ook weg. Wat een buffel is dit, hé? Hey! Hallo? Oh nee, we moeten weg. Waarom? Weet je wat hij deed? Waarom? Hij deed stappen. Dit. Ja, met zijn achterpoot. Ja, maar dat gaat hij echt niet overheen. Hoor. Hij deed met zijn achterpoot, deed hij dit. Doet hij dan wat? Nee, hij gaat toch niet doen. Nee joh, dat gaat niet doen. Denk het niet. Hey, mountainbiker. Je kan hier ook helemaal langs, hè? Ja, dit is sick. Dit is ook wel goed, kijk maar.
Ja, klopt. Een mooi paadje hier. Wat zijn dit? Ja, dit zijn mega koeien of zo, joh. Maar dit lijkt wel zeg maar gewoon een koe. Nee, die is gevallen. Deze man wou ons net bang maken. Weet je waarom ze dit doen? Nou? Omdat er een miljoen vliegen op hun lichaam zit. Echt? Ja, ze doen het allemaal, joh. Ja, maar dat doen stieren toch altijd als ze zo... Dat is hartstikke een schattige koe. Oh, nee, dat is geen schattige koe. Oh my god. Toch niet, hè? Maar serieus, moet je kijken hoe mega groot deze beesten zijn. En check die kleine houten verrotte paaltjes. Daar staat ook eentje schuin. Met echt piepdunne kleine brandnetels. Prikdraden. Kijk. Oh mijn god. Lars is aan het aaien. Kijk dan, tongetje naar buiten. Ik aai een koe. Hey. Kijk die Lars, joh. Die grote komt. Ik ben weg. Ja, die grote is echt indrukwekkend. Dit is wel vet zo, hè. Kijk wat voor ruimte deze beesten hebben hier. Milan, die heeft gewoon geaaid. Wow, kijk ze rennen, kijk ze huppelen. Yo, van achter lijkt het wel op een, hoe heet dat ook alweer? Op een leeuw die overgewicht heeft. Maar als ze te veel rennen, dat is niet goed, hè? Dan krijg je karnemelk. Wat een kut, geloof ik. Zo ongelooflijk. Is jongen. Hey, maar hoe sick is dit? Ja, dit is lijp. Dit is echt vet. Kijk eens om je heen, joh. Heb je op je teller gekeken? Hoe had je naar beneden ging net? Nee. Ja, ik heb het ook gedaan. Ja. Ik ging die 51. Ja, die van mij ging op 60, precies. Oh. Ik denk dat jij dan misschien wel 70 bent gegaan, want jij ging veel harder. Ja, je moet af en toe even kijken naar je teller. Ja, ik ben daar niet echt mee bezig. Hey, maar dit is echt, ja, ik ben helemaal wauw. Ja, we gaan weer verder fietsen. Oh, die tering vliegen. Godverdomme. Hey. En dat is nog niet op film, hè. Godverdomme. Ik heb even teruggekeken op de GoPro. En dat Milan die bril van zijn hoofd afsloeg, dit staat er wel op. Oh, nog even een slow motion van hoe Milan de bril van zijn hoofd sloeg in plaats van de vlieg. Fucking grappig. Het is wel een pad. Wat is dit voor pad, Milan? Dit is gewoon een pad. Holy moly. Wow, yeah boys, yeah! Je hebt een terrortor op je shirt. Hey! Niet op mij. Hey Milan, trouwens. Wil je weten wat op beeld stond? No. Dat jij de bril van je hoofd al sloeg. Echt? Ja. Stel het op beeld. Ja, dus dames en heren, jullie zien hem nog een keer in slow motion. Nee! Zoals jullie hebben gezien zijn wij aangekomen in een dorpje en dat heet Winterberg. Dat is ook waar we zijn. En ik heb hele mooie winterschoentjes. Oh mijn god, waterschoentjes gevonden. Kijk eens hoe nice. Er hangen daar nog meer, hè?
Er zitten allemaal nopjes zitten eronder. Oh, misschien moet ik die ook even nemen. En weet je hoe duur dit is? Nou? €3. Echt? Ja. Maar ik was dus mijn hemdjes vergeten. Dus ik dacht, ik ga een zwart en een witte halen. Ja, dat is ook €3. Hier. Ook €3. Alles €3. Hebben ze niet in het roze of zo? Lars en Timo zijn op zoek naar Speedo's. Ja. En Timo, Crocs. Die heeft de zieke, neppe Crocs. Zijn gewoon echt vast naar. Volgens mij ook. Ja, dit is echt een mega goedkope winkel. Myron, ja. Jij moet roze waterschoentjes. Waar zijn die dan? Ja, die zijn daar. Oh, wat nice. Nu lijkt het net alsof iemand gewoon scheet. Ja, de lul. Ja hoor. Ik ga naar binnen lopen hoor. Ja, we zijn alweer mondkapjes gegeten. Zo naar binnen lopen? Oh, dat hebben wij niet. Ja, ze... niet naar binnen. Nee, ze zegt mondkapjes. Ja, dat snap ik. We moeten Milan even naar binnen laten gaan. Hij is de enige die een mondkapje in zijn tas mee had genomen. Wij zijn het weer vergeten. Zo stom. Echt super stom. Zit gewoon zo niet in ons systeem. Dit lijkt me ook wel leuk. Wasserbomben. Oftewel waterballonnen. Hier. Nice. Alsjeblieft, tot zo. Doeg. Oké, gaan wij lekker op het terrasje zitten. Gaat Lars even die spulletjes allemaal halen. Hier, dit is een mooi badpak. Wauw. Wauw. Dan ben je zo'n zeemeerminnetje, hè? Mooi glitters. Ja. Hebben ze niet ergens nog echt een... Oh! Spider-Man. Wow. Maar ja, zo'n zieke speedo is wel nice hoor. Ik was in de winkel en ik denk, jij bent de persoon die ergens ongelooflijk veel last van heeft. En daar heb ik de oplossing voor. Dus, kijk, die kan je inschuiven. Met die toren. Kan je gewoon je broekzak doen. Dus, hey, super hè. Kijk, dat is iemand die aan me denkt hè. Dat dacht ik. Die weet gewoon, ja, volgens mij die zonnebrandcreme die ik heb, daar komen insecten op af. Dat is niet normaal. En ik heb in mijn helm, hier zo, kijk. Heb ik allemaal van die gaten. Ja, daar gaan ze in, daar hè? Daar gaan ze allemaal in. Ja, klopt. En ik heb zo'n knijters dikke bos haren. Nu al helemaal zo lekker zo'n nestje. Ja. Dus al die toren, die gaan er zich helemaal erin wurmen. Nu kan ik ze zo kapot neppen. Ja, hoppa. Ja, dit is nice, hé, Lars. Ja, hè? Ja, thanks. Dat is echt top. Echt heel chill. Oh. Ja, dat, we hebben ook een zwemband. Crocs. Ah, en de rest is nog een geheim. Oké. Okay. Dat is van Timo en ik heb een leuke... is lekkers gekocht, hoor. Oh. Hij zit in je. Oh, hij shirt. Zit in je. Hij zit bij je. Bij je mouw, bij je. Bij je... Waar? Bij je kraag. Bij je kraag. Ja, hij zit erin. Hij zit oh, hij shit, zit... wat is dat? Hey, hij is eraf. Hij zit op je neus. Je hoofd heb je achter. Ja, op je neus. Op je neus, Nee, nee, trouwens niet. Ja, hij is weg. Ja, hij was erover aan het nadenken. Nee, nee, ik kan het zien. Nee, die hond ook slaan. Hier, ja. Echt bizar, hè? Veel vliegen. Ja, dat is zomer, hè? Dat heb je in de winter niet. Hier, kijk, weer één. Dit zijn gewoon toren, toch? Ja. Ze staan te hard, denk ik. Oh! Stop. Oh, vind ik wel lekker, hoor. Ja, maar dat deed ik gisteren zo. Dat doet echt pijn. Maar ik sloeg hier, weer één. Zo. Laten we hier, dood. Dat kind keek hier aan, wat doe je? Iedereen op het terras, dat keek om zo van, wat gebeurt er? Ja, maar gewoon, ze zitten gewoon irritant te doen. Ze zitten ook echt alleen op jou. Dat is bizar. Oh, dankjewel. Witte, laat ze smaken. Ja, super. Gaat lekker smaken, dank je. Laat het smaken. Oh, heerlijk. Ik dacht serieus dat ik iets gezonds had besteld. Gewoon serieus rucola met uitjes en een klein beetje kaas. En... zag je dat? Alweer? Maar goed, het is gewoon echt heel erg nice eigenlijk wel. Ja, ze hebben ook alles met patat, hè? Ja. Oh, serieus? Patat en de topping moest je nog kiezen. Oh, dat heb ik helemaal niet... Ja, ik kan helemaal geen Duits, joh. Maar wat jij hebt is ook lekker, hoor. Ja, je hebt jalapeno's. Jalapeno's. Je mag proeven, hoor. Ja, ik wil even zo'n chipje proeven. Ja, tuurlijk. Met dit. Neem zo'n jalapeno. Nee. Ging de vorige keer heel goed. Nee, zo'n jalapeno is echt te scherp voor mij. Maar het ziet er nice uit. Het gaat er weer in zo na het fietsen. Je mist me. Wat is er? Zo irritant. Weer iedereen de regent. Echt niet normaal. Komt ie, ja? Klaar voor? Nee, dit is zielig. Deze is mooi. Oh, dat was mis. Hij vliegt weg. Nou, hij is hier. Oh, er zat ook een op mijn hoofd. Hij is hier, beneden. Ready! Fight! Ja, maar met vliegen dit.
Ook die snelle bril gewoon erbij. Ja, ik ben sneller nu, let op. We hebben heerlijk gegeten, goed tentje. We gaan nu weer fietsen en ik denk dat we dan klaar zijn met het fietsen. Maar we hebben nog wel iets anders leuks als we even kunnen gaan doen. Dus blijf vooral kijken, blauw duimpje omhoog. En dit was echt nice, ik zit goed vol. Heerlijk eten. Komt ie. Hoppa! Ik ga het paadje nemen, dames en heren. De rest gaat daar naar beneden via de weg. Maar dit lijkt me wel heel nice. Hoppa! Zo! Woehoe! Oh, dikke plas. Wojo. Echt een dikke plas. Daar ga ik me niet doorheen. Woehoe. Wow. Woehoe. Oh, een jump. Wow. Zo, die was echt sick hoor. Marlino. Marlino. Nicole. Hey. Hey Marlino. Ga maar naar Milan. Hey. Yay. Nicole gaat mee. Yay, eindelijk. Nice. Je hebt me gemist hè. Ja, zeker. Nee, het is gewoon gezellig. Gewoon leuk als ze met z'n allen... Oh ja, Milan blijft hier trouwens. Nu blijft Milan hier in plaats van Nicole. Die gaat hier even chillen met Marlino. En ik heb het zwembroekje al aan. En dat is super nice, want wij gaan naar het meer. Waar ik samen met Myron even op ontdekking ben geweest. Heel veel lucht binnen. Ik heb net een appel gegeten. Was wel heel lekker. Maar we gaan heen waar we gisteravond even zijn geweest, Myron en ik. Naar het grote meer. En als het goed is, want het staat op internet ook, kan je daar zwemmen. Dus laten we daarheen gaan. Dat is wel even lekker. Even frisse duik. En we hebben uiteindelijk heel erg veel kilometer gefietst. Door de bergen. Tenminste, als je zag hoe stijl het was, vind ik het best veel. Hoeveel was het nou in totaal dat we hebben gefietst? Iets van 40 kilometer? 30 of zo, denk ik. Dat was meer dan 30, hoor. Nee, Lars zei 30. Ik denk iets van 33 of zo. Nou, dat is best netjes. Ja, best goed gedaan. Nou, tot zo, bro. Veel plezier. Dankjewel, jojo. Ik zal mooie drone shots voor je maken, dan weet je hoe het is. Oké, we gaan weer met de ziekste auto op aarde. Nou, zo ziet het er in ieder geval wel uit. Ja. Het is wel een van de ziekste, denk ik, hoor. Niet normaal. We gaan het dakje weer eraf halen. Dus we kunnen eventjes die twee platen weer er gaan afhalen. Dat is wel gek hoor. Oké, en we beginnen nu. Hoppa. Dat is de eerste. Dat is de tweede. Ja. Klaar. Nou, wat zal het zijn? Binnen de minuut? Prima, toch? Op het begin deden we namelijk bijna 5 minuten over. En toen dacht ik van, oh, als we dit elke keer moeten doen. Maar het is gewoon een handigheidje en als je dat door hebt, dan toppie. We gaan er weer vandoor. Yes! Woe! Lekker hoor, ik heb zoveel zin om een duik te nemen. Ja, ik ook. Het is gewoon 30,5 graden buiten, zegt hij. Echt? Ja, dat zegt dat metertje. Nou, dat kan bijna niet, denk ik. Maar het is wel echt heel... Nou, ik heb de zweetdruppels achter mijn oren, zo. Ja, dat is wel zo. We hebben de auto's neergezet. En hier is het, dames en heren. Hoppakee. Ziek niet? Dit is lijp. Nice. Dit is lijp. Top. Jee, nice. Is het water warm, denk je? Ah, ik denk dat water best op temperatuur is. Dan is het zoeken. Ja, dat denk ik wel. Wat een heerlijk plekje. Serieus, dit is super nice. Echt heel erg nice. Check dit mega meer. Zo. Relax. Ik ga mijn petje afdoen. Ik doe mijn shirtje uit.
En we gaan lekker een duik nemen vanaf de steiger hier. Ga jij een mooie duik doen van de steiger? Ja, als het diep genoeg is. Ja, het is wel diep genoeg. Je kan, je ziet wel de bodem dat heel helder is, maar je kan hier wel een sprong wagen. Oké. Dat is wel UB. Ja, is goed. Oké. En dan wil je naar die plek daar. Ja, wat de bedoeling is, we gaan hier dan erin duiken. En dan gaan we daar verderop, gaan we waar een schans is voor het wakeboarden. Dan kunnen we daar even chillen. Lekker zonnen. Oké, let's go. Het is best fris, heb ik gehoord. Ja, maar niet te hard ponsen. Hoppa. Lekker? Ja. Is het fris? Het is lekker. Het is lekker? Nou, Macy. Of Lars, met je mooie speedo. Ja, daar heb ik aangetrokken, om te duiken. Ja, geen sexy dive. Oeh, dit ziet er goed uit. Nee. Nou, dit ziet er heel goed uit. We hebben allebei ook links aan. Dat is een mooie. Timo! Oh, sorry! Lekker hoor. Hij doet ook gewoon een bommetje, wat een kerel. Oh. Marwin, ik zie een hele grote vis bij jou. Ik zie een hele grote vis bij jou. Word je in één keer ondergetrokken? Wat ga jij doen? Een hele verre frontflip. Een hele verre frontflip? Nou, ik ga proberen ver. Ik weet niet hoe ver ver is, maar... Wow, wow, ik viel er bijna. Verder. Jee! Haaien, haaien. Wow! Een dubbele frontflip. Oké, ik doe mijn bril af. Nicole, ga je Hoppa. Ook mee? Ik voel spannend. Kom. Wow, bijna op mij. Woehoe! Lekker hè? Hier je stok. Nee, dankjewel. Hey, weet je dat ik dit soort water altijd vet eng vind? Omdat ik bang ben dat er vet grote vissen zitten. Nee! Timo, kom! Timo, we gaan met z'n allen. Voel je planten? Kom! Kom op, hey, Timo! Ik ben aan het plassen. Hij is aan het plassen. Dit is wel echt heel... Kijk in mijn mond. Als Marwin plas, krijg ik het in mijn mond wel. Dit is echt vet, mensen. Dit is echt heel vet. Wel ver zwemmen. Ja, lang niet meer zo lang gezwommen. Gaat het lekker, Walrus? Wojo, wojo! Hij gaat helemaal in de weer! Wojo! Hey, dit is wel echt vet, hoor. Dit is echt nice. Op een onbewoond eiland. Denken jullie dat het diep is hier? Ja. Nou, dat durf je denk je de bodem aan te raken? Oh. Nee, nee. Dat durf ik ook niet. Nee, ik durf niet de bodem aan te raken. Zeker niet. Wie wel? Ik vind dat wel iets van Lars. Ja, jij was een stuntman. Maar wat meester Lars? Ga je serieus de bodem aanraken? Dat vraag je toch? Ik heb een afspraak met jou. Ja, je bent een stuntman. Als een slijntje aanraakt, komt hij er meteen naar boven. Nou. Nee, je moet gewoon springen en niet naar beneden. Oké, daar gaat Lars. Je moet je als een putloodje aanraken. Wat even. Red? Ik dacht dus zojuist, als ik dat daar doe en ik een beetje naar achter ga, omhoog, stoot ik mijn hoofd tegen. Oh, dat is wel een hele slimme, ja. Wat meester, hè? Zo, met helder water, je ziet zijn hele benen gewoon. Wow! Zie je hem nog? Nee, hij heeft hem niet geraakt. Je raakt... hebt hem nog niet aangeraakt. Nee, wat? Ik raak de bodem niet aan. Dat komt er niet. Jij bent bijna 2 meter en je gaat zeker wel 2 meter naar beneden. Nee, ik ben serieus, ik kan er niet bij komen. Sorry, ja. Dat nog een keer. Nog één keer. Gewoon zo ver als je kan, nog iets verder. Komen we erachter? 6 meter diep is hem zelf. Zo, kijk hem! Hij heeft nog steeds niet aan, denk ik. Nee. En? Nee! Nee? Oh, wat? Het is hier echt heel diep. Heel diep, inderdaad. Oké. Okay. Ja, nou ja, nu staan we hier. Nou, leuk. Ik heb alleen één probleem, ik moet echt poepen. Ik moet plassen. Nou. Wow! Nou, allemaal jong. Aan die kant. 3, hij 2, gaat super schuin. Allemaal al misselen. Wow! Ik ga een beestje pakken, komt ie. Wat is dat? Wat ga jij? Auw, wat ga jij? Oeh, even lekker zwemmen. Oké,
Oké, dit is de meest rare opstijgplek die ik ooit heb gehad. Maar hey, misschien is het mogelijk en dan heb ik gewoon een nieuwe opstijgplek. Landingsbaan wordt lastig. Maar als dit werkt, weet ik in ieder geval wel dat ik overal waar ik ben, ik gewoon kan opstijgen. Ja? Jij gaat ook zo leuk op afstand staan. Oh, hij doet wel. Oh. Yes! Sick! Nice! Vinden jullie het goed als ik even een stukje vlog opneem? Nee, niet. Nee? Nee. Nee, jullie hebben toch pech, want dat is wat ik doe! Yeah! Nieuw stukje vlog! Let's go! Oké, wat hebben we hier allemaal? Ik ga het jullie vertellen. We hebben hier, wat is dit? Gooi dit even weg, je wilt dat waterlaagje weggooien. Oh, dat waterlaagje? Ja. Hier, kijk, Malino, waterlaagje. Malino? Nee. Oh. Foei. Foei het. Oh, sorry. Sorry. Oké, we hebben hier een zieke gourmetstelsel. Dit is gewoon... Stelsel? Alsof het een planeet is. Dit is Uranus. Gourmetstel. Oh, ik denk, wat zeg ik verkeerd, joh. Dit is een ziek gourmetstel. En dit is van marmer. Bro, wat is er? Gourmetstel. Gewoon bij een stel, denk ik aan een man en een vrouw. Oké, we gaan gourmetten. Ja? Dit is de plaat. Een marmeren plaat. Ik heb er al champions op gelegd. Sommige mensen noemen dit ook platen, hè? Ja, gewoon platen. Ja. Klopt. En dan hebben we hier gewoon allemaal lekkers. We hebben stokbroodjes. We hebben hier super lekkere rauwe vleesjes. En we hebben hier ook allemaal aardappelen. Hoe heet dit, Timo? Hoe heet dit? Toch een aan stoeven. Denk goed na. Kijk even. Kijk even, proef even anders. Het is geen komkommer, weet je toch? Wat op rijmt? Weet je wat het nee, is? Niet. Ja, dat vind ik wel goeie. Waar rijmt het op? Op Shield La Tourette. Tourette. Corset. Hey. Ja, die hulpsteuntjes zijn altijd fijn. Waar was jij toen ik op school zat, Lars? Enzo, weet je hoe dit rijmt? Oh ja, ik weet het al. Corset. Ja, dat zijn wel ezelsbruggetjes, hè? Volgende keer als Timo die vraag krijgt, denkt hij aan Tourette. En Corset. Nou. Ja, dat kunnen echt van die handige ezelsbruggetjes zijn. Oh, denk snel, ja. Oeh. Wow! Sickness! Woe! Yes! Oh, Malino, wat lig jij er weer mooi bij? Grote zo. Hallo! Oh, hier wil je ook, Malino? Kijk maar even. Het is allemaal heel lekker. Maar foei. Die hond is zo goed opgevoed en het kan zo snel verpest worden. Ja, dus ook morgen ga ik naar huis. Dan kan je mooi mee met foei, foei! Nou, schatje. Nee, dat is niet voor. Het was echt super mooi bij het meer. Het is echt super nice, hè, Milan? Ja, ik was in Dromeland. Ja, ja. Vast ook. Ja, je lag voor Pampus. Ja, maar Melino ook. Ja, dat is echt sick. Ja. Alleen het enige verschil was toen wij thuis kwamen, was Melino in één keer wakker en kwam naar ons toe en jij bleef gewoon liggen. Ja. Dat was het verschil. Ja, maar dat is toch leuk? Nou, ik verwacht dat je op zijn minst gewoon op me af komt rennen en me een knuffel geeft. Zeggen, hey, je hebt het nog overleefd. Je bent niet gebeten door een snoek in je teen. Snoek. Die hebben niet eens tanden. Oh, ik ben een visser hoor, ik weet dat het wel zo is. Met... Boeien mij nou een snoek tanden eten. Ik denk van elke vis heeft geen tanden. Nee. Nou, ik zeg iets en jullie meteen met z'n drieën. Relax man. Drieën, 1, 2, 3. Hé Milan, Milan. Hé, hey, er kijken hier ook mensen, hè? Oh. Die zaten ook helemaal op het puntje van een stoel. Ja. Hoi, ho, hoi, ho, ho. Kom maar, jongen. Nou, in ieder geval, we gaan heerlijk platen, gourmetten, hoe je het wil noemen. Ja. Super gezellig. We hebben trouwens heel erg slim opgelost. Althans, ik moet credits geven aan Myron. Want we hadden één gourmetstel, hadden wij daar binnen in stopcontact. Maar waar moest de andere heen? Dus we hebben gewoon twee verlengsnoeren aan elkaar vast, boven naar onze slaapkamer. Dus dat is gewoon helemaal top. En we hebben alles verplaatst naar de voortuin. Dus ja, dit is helemaal genieten.
Dit is zo schattig, hè? Dit is zo schattig. Je zou denken dat... Ja, oké, nu is Malino aan het spelen met Milan. Malino, kom eens hier. Kom eens hier. Kijk. Malino, kijk eens hier. Hey. Hier kan je hem gewoon zien. Hier kan je hem gewoon zien. Hallo. Kom maar. Kom maar. Het is altijd wat piepen, wat niet kan. Kom maar. Kom eens hier. Maar weet je wat mooi was? Kijk, de kijkers denken nu ook dat Malino aan het spelen was met jou. Maar Malino was eerst echt gewoon een minuut bezig om die vliegen daar te pakken bij het raam. Echt? Ja. Kom maar, kom zo. Kom maar. Oh mijn god. Oh. Kom maar. Ja. 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 Wee. Goed zo. Oké, later. Ja. Ja, er zit hier namelijk echt mee... Hey. Komt u maar met de bestelling. Ja, in McDonald's is het allemaal hetzelfde. Maar check dit, dat is niet normaal. Er zitten hier echt mega veel vliegen. Zie je dat? Allemaal op het raam. Toch was hij mijn auto gereden, of niet dan? Ja, maar... ik heb dus gehoord dat Timo niet de beste driver is op de planeet. Jawel, maar met Henningproef niet. Gewoon oh, maar dit goed. Doet hij gewoon hier. Okay. Ja, deze was wel netjes, ja. Oké, we laten Lambo staan. Doei. Die manier is twee, ja. Dat hallo. Jij bent ook altijd iemand die gewoon naar iedereen zwaait. Zo, dikke power. Ja joh, hey, 100 pk of zo. Of zo. Nee, ik kan mijn auto rijden, schakelen. Kijk jongens. Nou, dames en heren, we hebben het overleefd. Oké, dames en heren, we zijn weer terug bij het meertje. En ik zie serieus ontzettend veel kringen. Ik denk dat we hier even moeten installeren, zodat we nog niet dicht bij het water zijn daar. Ik heb hier super mooie setjes. Allemaal meegenomen van Bart bij Fauna. En ja, oeps. Blijkbaar mocht je hier niet zwemmen. Maar ja, er zwommen al heel veel mensen. Heb je niet gezwommen? Huh? Nee, er zwommen al wel heel veel mensen. Maar misschien is dat alleen voor dit gedeelte. Ik hè? Denk dat wie het weet. Is vooral als de waterskibaan open is dat je niet meer mag zwemmen. Maar als de waterskibaan dicht is, denk ik niet dat ze er een probleem van maken. Nee, dat denk ik ook niet. Want je zag heel veel mensen zwemmen, ook gewoon Duitsers. Dus die weten, hè? Die weten het. Die kennen de streets hier. Oké, we gaan even de hengels klaarmaken. En dan geen idee wat er gaat gebeuren. Ik heb echt geen flauw idee. Maar ik denk dat als je echt een mega monster hier uit het water haalt, dat je nog wel even een tweede keer gaat nadenken of je hier gaat zwemmen of niet. Ja, maar als je nu een vis vangen, ga ik hier morgen niet meer zwemmen. Nee. We hebben nog zwembad. Nou, ik ben benieuwd. Oh, ik ben echt, echt super benieuwd. Echt, echt heel benieuwd. Ik zie zoveel kringen. Jij ook, hè? Ja, kijk daar links ook weer. Dat is lijp, hoor. Daar niet. Komt-ie. Hey, ik ben zo benieuwd, hè. Ik durf niet zo ver op de bodem te laten komen. Dan ben ik bang dat ik vast zit. Oké, ik heb hier een half stok brood. En ik ga even wat stukjes eraf scheuren. Die ga ik gewoon in het water gooien. Dan gaan we gewoon even kijken wat er gebeurt. Ik ben heel erg benieuwd of ze hierop afkomen. Holy shit! Jezus. Zag je dat erachter? Ja, dat is een dikke... Dat is een dikke, dikke vis. Dat is een dikke... Oké, we gaan nu al verplaatsen, want daarachter... Het is echt een zieke plek met een steiger, dus we gaan verhuizen. Zo, dit ziet er nice uit, man. Dit ziet er wel echt heel nice uit. Dat is echt een dikke plons. Ja, dat was echt een zieke plons, hè? Ja. Ja, klopt. Zo, wat een plek ook gewoon, hè? Bizar. Maar kan je hier niet op staan? Ja. Ik denk niet dat we dat moeten gaan proberen. Het is gewoon een stukje drijvend hout. Oh, ja. Het leek net gewoon een plateau, gewoon een stuk steiger, zeg maar. Maar goed, hier zo staan is ook geen probleem. Nee, nee, dat gaat niet lukken. Dat gaat niet lukken. Nou, gooi maar Lars. Oh, ik zag daar een hele dikke kring. A few moments later. Ja? Snoek. Ja, echt? Ja, Lars, ik heb beet. Nee, is geen snoek. Jawel, is een snoek. Echt? Ik heb snoek. Oh mijn god, ik zag hem opklappen.
Holy shit, ik zag hem opklappen. Het water hier is zo helder. Hou hem. Hij kwam in één keer vanuit de diepe. Bam! Vol erop. Oh mijn god. Kijk, het is een hele kleine snoep. Oké, ik was aan het vissen en ik hoorde opeens Enzo schreeuwen dat hij een vis heeft. Dus ik ga er nu heen rennen, maar ik heb geen idee waar die is. Waar ben je, Enzo? Je gaat nooit raden waar ik hem op heb gevangen. Ja, op een blinkertje. Ja. Echt bizar. Dit is ook niet handig op slippers. Yes! Nice. Ziek, hè? Heel ziek. Hij is heel klein, dus ik kan hem gewoon met de hengel naar binnen halen. Holy shit, gast. Ja, lijp. Ja, ja. Ik heb gewoon snoek gevangen. Gewoon met mijn eigen ervaring, de eigen dingen die ik heb geleerd. Hier op deze supermooie plas waar wij vandaag hebben gezwommen. Ja. We hebben gewoon gezwommen tussen deze kleine rakker. Rakker. Oh, rakker. Sick, hè? Ja, ik ben echt trots. Maar weet je wat bizar is, Lars? Ja. Kijk even hoe helder dit water is. Ja, bizar. Ik zag hem erop klappen. Echt? Bizar. Dit is het meest bizar wat ik ooit heb gezien. Dat deze kleine snoeken erop klapten. Maar Malino heeft nog nooit een vis gezien. Laat hem eens aan Malino zien. Malino. Doe maar. Rustig, hè? Rustig. Je denkt echt, what the fuck? Hij heeft geen idee. Hij is aan het ruiken. Hij snapt er niks van. We gaan een foto maken, doen we hem terug. Dan blijft hij ook mooi leven. Oké, daar komt hij, dames en heren. Ben je er klaar voor? De release. Ja. Je ziet hem wegduiken, hè, hier zo. Kan je het goed filmen hier? Oh, pas op. Er zit hier een gat. Dat is al de derde keer. Oké, kan je goed filmen hier? Let op, hè. Je ziet hem keihard weggaan als het goed is. Kijk, daar gaat hij. Heel rustig. Maar hij is wel weer in het water. Ja. Kijk dan, hij ligt hier. Hij gaat even op adem komen hier zelfs. Zie je hem, Malino? Ik weet niet of je het ziet, maar Malino, hij ligt daar. Maar weet je wat het bizarre is? Dat ik dus deze snoek... Oh ja, boem! Hij schoot weg. In één keer schoot hij weg. Hij komt dan heel even op adem. Ja. Oh, niet normaal. Ik heb helemaal adrenaline kick, jongen. Bizar. Ik heb nog nooit zo'n vis... Milan die schudt nee. Hoe dan? Wat een vis. Ja, ik vind het fantastisch dat jij zo blij bent, maar ik zie gewoon... Kijk dan, hier dookt die snoek op. Milan, als jij... Gast! Ja, maar jij hebt nog zo'n soort dingetje, maar wel met een lippie. Maar ik denk dat je die ook gewoon hier moet gaan uitdrukken. 100%. Maar misschien kijk dan al die kringen, joh. Oh. Dit is gewoon... Ik denk dat al die kringen, dat die snoeken nu aan het jagen zijn. Nu is het ook wat later, hè? Ja, maar we moeten wel even al die spullen nog hierin tillen. Maar weet je wat bizar is? Hij kwam helemaal hierheen, hè? Ja. Aan de zijkant hier. Dus het is niet dat ik hem daar al ving. Hij kwam echt helemaal daarheen. Helemaal vandaar kwam hij hierheen. Oh! Kijk, zie die baars? Zie die baars? Hij heeft een kleintje. Dat is ongeveer zo'n baarsje. Die had ik hiermee kunnen vangen. Die duikte erop. Ik trok hem net te snel weg. Ja. Dook. Hij dook erop. Zei ik duik erop? Duikte. Nee, dat meen je niet. Zei ik dat? Oh, wat slecht zeg. Hey, wij waren daar net aan het staan. Sprong er ook gewoon een vis weer uit het water, hè? Ja. En Nicole zei, ja, het was een langwerpige vis, dus dat zou zomaar ook een snoek kunnen zijn. Ja, zeker weten. Die zijn nu gewoon aan het jagen. Ik denk dat dit hun golden hour is, zeg maar. Ja. Even leuk, hoor. Maar ik haal hem nu nog even binnen. En dan loop ik met jou mee, gaan we de spullen halen. Dan zetten we de spullen hier neer. Ja. En dan gaan we vanaf hier lekker vissen. Holy shit. Ja, dit is vet. Zie je die kleine visjes daar? Ja. Dat zijn allemaal kleine baarsjes. En heel af en toe, kijk, zie je ze? Ik zie het wel, maar ik weet niet of de kijkers het kunnen zien. En heel af en toe komt er dan een grote baars en die gaat zich ermee bemoeien. En die wil deze nog wel eens pakken. Ja, ik vond het sick. Jij belde me, of jij schreeuwde ook. Ik denk, nee, dat ga je niet menen. Ja. Ik zeg, dat... Oh, wat was dat? Ja, een tak. Ik schrik me toch helemaal een ongeluk. Gast, maar stel je voor, je haalt hem hier binnen. En je ziet zo'n 50 centimeter snoek erop duiken. Gast, je wilt niet weten hoe snel die was. Ja, bizar, omdat ik hè? Dat niet op film heb, daar baal ik echt van. Dat snap ik. Maar goed, je hebt de vis op film, maar je hebt me gevangen. Ja, dat... ik stond naar de heng. Kijk, deze baars, zie je die? Die zijn best groot. Ja. Zie je die twee? Hier, let op. Ik stond daar en dan moet zakken in mijn schoenen. Dus ik ben blij. Ja, maar dat is het. Als je ergens nog nooit hebt gevist en je staat er een uur en je vangt niks. Ja, dan denk je van, ja, weet je ziet zoveel vis, maar je vangt niks.
Maar dit geeft motivatie. Ja, nu wil je nog even blijven. Ja. Dat weet je gewoon. Oké, ik ga met je meelopen, we halen spullen en ik ben benieuwd. Misschien is dit het enige wat we vangen, misschien niet, maar ik ben blij. Oh yes! Lars, gaan we lekker vissen? Ja, ja. Hey. We gaan even wat vangen, hoor. We gaan zeker wat vangen. Kijk wat hier allemaal gebeurt, jongen. Oh my god, zien jullie wat hier voor mij zwemt? We zijn weer thuis en we hebben helaas niks meer gevangen. Maar goed, ik neem toch genoegen met de kleine snoek die ik heb gevangen. De aanbeet was echt fantastisch, was echt gruwelijk. Maar goed, dat heb ik ondertussen 100 keer gezegd, maar ik ben gewoon zo enthousiast. Dames en heren, bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie ontzettend genoten. Vergeet niet even een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Super simpel. Hier beneden staat een abonneerknopje. Klik erop. Ben je geabonneerd op mijn kanaal? Een account aanmaken op YouTube is gratis. En abonneren ook. Ik zie jullie heel graag morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, peace! Knol power!